Het zal aanvankelijk het duel worden tussen Liesel Jones en Tara Kirk. En die gaan er mee in het tempo van deze twee. Cavalry misschien in baan 8. Ook Poleska probeert wat mee te komen. Maar nu al dus de voorsprong voor Jones in baan 4 en Kirk in baan 6. Gaat hard. Niet zo'n beetje ook. Bijna 19e van een seconde onder het schema van het wereldrecord. Dat dus werd gezwommen door Amanda Beard vorig jaar tijdens de Amerikaanse kwalificatiekampioenschappen voor de Olympische Spelen. Overigens heeft Jones het wereldrecord ooit gehad. Maar slechts 2 dagen. Het gaat zo hard. Het gaat zo ontzettend hard. Jones kan hier niets gebeuren. Kirk tweede. Jukic derde. Het gevecht zal nu gaan om de tweede plaats. Tussen Kirk, Jukic en ook Poleska. Die langzaam maar zeker opschuift. En Jones, zij is op weg naar de wereldtitel, haar tweede. Maar gaat dat in stijl gebeuren? Op dezelfde manier als zojuist Aaron Pearsall deed. Daar heeft het heel veel van weg. Kijk eens, bijna 2 seconden onder het schema van het wereldrecord. Zoals een twijfel komt, alles leek te mislukken op het moment dat het moest. Maar nu heeft ze ermee afgerekend. Dat bleek op de 100 meter schoolslag en dat is ook nu het geval. Een gapend gat tussen Jones en de rest. Met Poleska op de tweede plaats. En dat wereldrecord lijkt eraan te gaan komen. 2:22:44 wordt 2:21:72. Liesel Jones, wereldkampioene. Poleska 2 en Jukic 3. En wat een geweldige klap gaat er nu van dat wereldrecord af. Dat oude wereldrecord wordt met meer dan 17e van een seconde verbeterd. En dan weer de tranen. De ontlading bij Liesel Jones. Liesel de Weasel uit Brisbane. Hiermee ook een van de sterren tijdens deze wereldkampioenschappen in Montreal.